Wat doen jullie hier? Wij doen vandaag, wij waren gevraagd om een maatschappelijk evenement te organiseren. En we dachten, we gaan een uitdaging ervan maken. Dus we, in plaats van dat we alleen gaan bingo met ouderen of iets kleins, dachten we, we laten elk kind een superheld voelen. En natuurlijk, dat voelen heel veel kinderen hier van die geestelijk beperkt of fysiekelijk beperkt zijn. Soms voel je geen superheld. Dus wij dachten, laten we onze echte superhelden bij elkaar brengen. En dat is natuurlijk het Rode Kruis, de politie en de brandweer. En elk kind een superheld laten voelen. Hoe heb jij het ervaren? Nou, ik heb het eigenlijk superleuk ervaren. Gewoon het organiseren zelf was echt superleuk. We moesten heel veel bellen met eigenlijk alle partijen die meededen. En toen het eenmaal stond, had ik echt gewoon super veel zin in. En nu ook gewoon om die kinderen zo te zien, is natuurlijk super aandoenlijk, vind ik. En wat heb jij gedaan? Ik heb meegeholpen met het groepje, ook om alles te organiseren. En met z'n allen hebben we dit neergezet en daar ben ik heel trots op. Vandaag Superheldendag. Wat doe jij hier? Ja, we zijn hier met de brandweer vertegenwoordigd, met mijn collega Joël. Kom er eens even bij, jongen, dan je mag best zien wie dat is. Joël. En we gaan de kinderen verwennen door de auto te laten zien, desnoods wat laten spuiten, wat de mogelijkheden zijn. Ja, want normaal heb je op maandag volgens mij een vrije dag, maar nu zet je hiervoor in. Ja, klopt. Ik vind het ook ik vind het heel blij dat ik dat mag doen ook. Ik vind het een waardering ook voor de kinderen zeer zeker. Wat doen jullie hier vandaag? Nou, we zijn met de politie langsgekomen om eventjes het een en ander te laten zien aan de kinderen die hier langskomen. En waarom doe je dit? We zijn gevraagd om even langs te komen en het staat in het teken van verstandelijk beperkte jongeren. En die vinden het leuk om dit soort dingen te zien, dus vandaar dat we ook even langskomen. Ja, want het is niet jullie normale werk? Nee, dit is zeker niet ons normale werk. Maar zo nu en dan als we een keer gevraagd worden, vinden we het wel leuk om langs te komen. Dus zodoende. Oh, hartstikke mooi. Laten we ons voertuig zien met de verbandmiddelen. De kinderen mogen kijken en we proberen ze ook een beetje te begeleiden. En hoe is dat voor de kinderen? Ja, geweldig. Ja, de een praat niet en de andere zie je gewoon stralen. En heel leuk initiatief. Je wordt gefilmd. Wie bent u? Ik ben Judith Vos en ik werk hier op de Ster op Groep Libel. En dat is een groep voor zeer ernstig meervoudig beperkte kinderen. En deze dag is eigenlijk wel heel erg leuk voor ze. Want wat is deze dag? De Heldendag. Zo mogen ze ook dicht bij de ambulance komen en de brandweer en de politie. En dat is een hele ervaring. Ze zijn heel erg gericht op de zintuigen. En het is natuurlijk heel anders dan anders. Dus de zwaailichten zijn heel erg interessant. En het geluid en de kostuums van de mensen, of de uniformen van de mensen. Dus dat is, dat is een hele belevenis. Dus een mooie dag vandaag voor ze. Ja, absoluut. Dat is heel leuk. Is er iemand die jullie speciaal willen bedanken? Ja, onze docent Henry is onze coach geweest in dit traject en die willen we heel graag bedanken, want zonder hem was het eigenlijk niet gelukt.